mensen, mijn naam is Nissim. Mijn naam is QC. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering Accepteer de Punchline. Ja, okay. In samenwerking met Amazon Prime. Ja! Yeah! Lekker, man. Lekker publiek, lekker gezellig. En natuurlijk ook weer de scheidsrechter Tajula. Zijn grappen waren niet goed genoeg vorig seizoen, dus nu mag hij scheidsrechter zijn. Hou je tandvlees dicht. Dames en heren, welkom bij Accepteer de Punchline. De eerste ronde is zoals iedereen het kent, classic. En de tweede ronde is een challenge aan verbonden. Hou het clean, fair and square. Ah, right? En natuurlijk hebben we ook gasten vandaag, de new generation. We hebben Grote John. De Grote John is er, Charbon is er en natuurlijk Ilias. En Frazens is ook van de partij. Laten we gewoon beginnen, man. Ik heb er zin in. Hebben jullie er zin in? Yeah! Hey. Hey, Nessim. Hoe is het? Lekker. Steek papier schaar. Ja, let's go, man. Oh, lekker. Doe papier dan, als je durft. Dat rustig. Lekker. Oeh. Begin jij een keertje. Lekker. Begin. Get it on. Lekker. Hey, ik hoorde dat het verhaal van een hamster in een BN'er zijn kont helemaal niet klopte. Frazi is geen BN'er. Klootzak. Hé, hey, hoe noem je een comedian met een veel grappiger broertje? Ilias. Wat is Anouk haar favoriete kledingsmerk? Wat dan? Black Bananas. Hey. Voor deze krijgen we wel geel, man. Dus, hey, ken je de grap van een man in een rolstoel? Laat maar zitten. Ja, dat vond ik leuk. Ik ga eruit. Dit zal spelen QC. Publiek, laat je horen. Get it on. Hoe noem je kleine John die aan het golven is? Een lilliputter. Wat is de favoriete acteur van je vader? Paul Walker. Want hij ging van Irak naar Nederland. Ik hoor je, ik hoor je. Hoe klinkt Ronaldo nu hij bij El Nasser speelt? Wat is het favoriete nummer van je vader? Waka waka This time for Irak. Wat zei je vader toen hij jouw beats voor het eerst hoorde? Schaam jij niet! Wat een wereld zit je op kant! Oh, de Ilias. Begin jij aan beginnen? Begin maar. Oké. Wat is QC zijn favoriete getal? 8. Oh, nice. Hoe noem je een wereldramp? Een verse van Pilter. Hoe noem je een halve nijlpaard? Een halve nijlpaard? Ja, hoe noem je een halve nijlpaard? Dood. En hoe... en hoe noem je een hele nijlpaard? QC. Zo! Zo! Oh, ik kom voor jou. Let's get it on. Oh, doe je rustig. Oké, ja. Ik tap out. Yeah. Oh. Charbon, pak hem. Ik ben toch? Let's go, man. Dag, broeders. Ai, hoe noem je een mbo-leerling die een vraag stelt aan zijn docent? Ah, meester! Oké, naar welke gym gaat QC het liefst? Nou? 24 Fitness. Nee, grapje. Fat for free. Nee, grapje, basic fit. Hij heeft geen respect. Combo breaker. Waarom maken slechte boeren goede DJ's? Omdat ze zieke bieten hebben. Kleine John, publiek. Dank je, bro. Ja toch? Ben ik of jij? Jij bent aan de bed. Oké. Okay. Hoe noem je een alleenstaande boer? Een trekke jongen! Hai. Hoe noem je Cristiano Ronaldo als vuurpijl? Soep! Oké, wacht. Ik heb ook alles. Even serieus nu, hè. Hoe oud is Nessim zijn vader? Oeh, fout. Ik weet ook niet, hij heeft een Hoe noem je kleine John als coffeeshop-eigenaar?
Kleine Jonko. Oké, die was nice, die was nice. Hoe noem je Peter Pan in het Turks? Nou? Pitterlan! Ik ben slecht, man. Laat kleine John zeggen. Hoe noem je een Turkse marathon? Iron. Ja. Laat je horen, publiek. Kijk, bro. Ronde. Via welk programma voert Chatmo videogesprekken? Zoomalië. Waarom huilen QC en SM graag op tv? Ze zien het werk bij Gio. Oké, goeie, goeie. Was het verschil tussen Ilias en Nessim? 1 operatie. Wat hebben Rusland en rapper Sjors gemeen? Hij is ook in de waag. Hij was sterk, voilà. Wat veel mensen niet weten, QC heeft 2 afkomsten. Mm-hmm. Hij is half Nederlands en half in de steek gelaten. Yo! Hoe noem je supergaande zonder frasie? Gewoon supergaande. Waarom neem jij charbon altijd mee naar het strand? Zodat je in zijn schaduw kan. Oh, no. Boefa was laatst aan het huilen. Yeah? Hij was een beetje crimotioneel. Ah. Goeie. Hoe noem je Nessim's vader op een schaakbord? De loper. Welke plek bezoekt QC het liefst niet meer? Hmm. Disco in San Francisco. Oké. Hoe noem je Gio en Jade die uit eten gaan? Ouderavond. Hey, laat mij tegen Ilias. Hoe ga ik dit zeggen? Zoals je kon zien, was Nessim erg gebroken bij Radio 538. Ja. Toen hij een video van zijn vader kreeg. Wat was nog meer gebroken? Nederlands van zijn vader. Nessim, ik ben trots op je. Hij is echt goed, maar ik zeg eerlijk, hij is een goede joke. Hij is goed. In de volgende ronde mag het publiek ook niet lachen. En de verliezer van deze ronde krijgt een schokband om, bestuurd door de tegenstander. Ik ga ervan genieten, ik hoop jullie ook. Als het publiek ready is, zijn wij dat ook. Nessim en QC gingen samen naar het strand. Mm-hmm. Dit keer kon Nessim letterlijk in zijn schaduw staan. En de hele strand ook. Oh. Oké, is niet zo goed. Laatst ging het regenen. Kon iedereen onder je neus staan. Hoe noem je een zuigende bokser? Mike Tyson. Ah. Oké, dan. Dat is lekker. Ja, lekker hoor. Mag ik beginnen? Hoe kan je jouw vader bereiken? Wat de? Met een walkie-talkie. Hoe noem je QC die is afgevallen? Julia Heetman. Wauw. Zo. Wauw. Eet me lul. Eet me lul. Wat is de avond vierdaagse voor je vader? Blokje om? Snap je, want hij liep van Irak naar Nederland, zeg maar. Dat is een lach, toch? Scheid? Oké, ik hoor je. John. Wat krijg je als je doughboy in de droger gooit? Tajula. Wauw. Q, hou je in, Q. Q, een schokband, Q. Een schokband. Hij is er geen net. Wat? Dat was echt goed. Heb je het nieuws gezien over de voetballer Anthony? Nee. Hij heeft een botsing gemaakt. Anthony Ryan. Hoe noem je een dikke Franse homo met slaapproblemen? Fatigué. Wat is het verschil tussen een bakker en een tapijt? Nou? De bakker moet vroeg opstaan en de tapijt mag blijven liggen. Welk medicijn neemt de slang als hij ziek is? Antihistamine. Yes. Vaak aan, John. Vaak aan, bro. Hey, wat zegt een spook die net uit de kast komt? Joehoe! Niet lachen. Wat is
Wat is Charbon zijn naam? In Jamaica. Charbon Boklat! Heb je gehoord van de schaap die eindelijk weer kan lopen? Nee. Hij was lam vroeger. Wat zou jouw buik zeggen als hij kon praten? Zo. Skrrr, skibberi bom 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 bom. Yes, yes, yes. Do, skibberi bip, skibberi babbala bam. Frazi zijn vader zei een keer tegen Frazi, je moet nooit meer praten met losers. Mm. Sindsdien hebben ze geen contact meer. Oh. Mm. Persoonlijk. Ik zit bij jou in het team, Q. Waarom ging jouw vader poepen op papier? Zo. Hij schreef je afscheidsbrief. Oh. Nee, joh. Oh, jij bent terug in die Pancho-tijden. Je pa heb ik best wel bespaard, man. Wat? Oh ja, wat is jouw vader zijn favoriete middenvelder? Irakitic. Oeh, nice. Zouden onze vaders dit kijken, denk je? Ik hoop het niet. Ik gooi eentje voor de sfeer nu, ja. Dat is niet... Ja, ja. Mark Rutte heeft laatst sorry gezegd voor de slavernij. Nu Kees de Koning nog. Hola, Kees nog. Wat is het nummer van het jaar? Wat dan? In ieder geval geen disco in San Francisco. Hoe is die nieuwe neus van Essim? Who knows? Wie heeft nooit een comeback kunnen maken? Wie dan? Je vader. Hij kijkt ook diep in zijn ogen. Dat is niet grappig. Het is niet grappig, dat is gewoon waar. Je vader kijkt geen tv op dit moment. Die heeft hij waarschijnlijk verkocht. Wie gaat? Op welke plek is Rarko op Big Man Things? Maduro dan. Wat? Lekt op een halve appel. Nou? De andere helft! Nee, 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 nee! Niet jij weer! Alsjeblieft, niet jij weer! Hey, waarom konden monniken in het klooster geen tennis spelen? Ze hadden geen ballen. Waarom moet je geen scheet laten in de Apple Store? Mm. Ze hebben daar geen Windows. Ik hoorde je. Ik hoorde dat, was je. Lach, dat was een lach, hè? Dat... Wist jij dat, dat Q zijn voornaam is Q en zijn achternaam is C? Mm. Weet je hoe zijn vader heet? Voet C. Zie je, dat is hij echt. Oh. Waarom zie je jouw vader nooit in de Apple Store? Hij heeft geen geld. Waarom moet je QC uitknijpen? Oh nee. Omdat het een mee-eter is. Oeh. What the? What the? Hoe kijkt Alex Sosa terug op zijn arrestatie? Geschokt! Laat je horen voor de tweede ronde! Yeah. Publiek, hebben jullie genoten? Yeah. Jongens, er is een eindstand. Het was spannend, heel dicht bij elkaar, echt zo dichtbij, gewoon zo dichtbij. Kom op, antwoord. Zo dichtbij. Lol. Iets wat nooit gebeurd is in de geschiedenis. Nee, rot op. Nee, hij ligt. Team Nessim heeft verloren. Ja! Team QC heeft gewonnen, wat betekent dat Team Nessim schokband omkrijgt, bestuurd door Team QC. Maar wie de schokband omkrijgt, dat bepaalt het licht. Vamos! 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 Hey John, je hebt een mooie band om. Oh. Je hebt een mooie achtergrond. Wil je nog iets op de achtergrond? Ja. Wat dan? Grasveld. Ja? Wil je niet San Francisco? Doe maar San Francisco. Oh, hij zei... Hey, die tune is hard. Oh, voordat je drukt, die tune is echt hard. Hij was dat. We gaan het anders oplossen.
ik geef jou een vraag. Ja. Als je hem goed raadt, okay, doe ik het niet. Oké. Okay. Ik kan je besparen. Oké. Okay. Oh. Okay. Wat? Hoe heet de vrouw van de eerste president van Roemenië? Wow. Oh, deze weet ik, deze weet ik, deze weet ik. Christiana. Ah! Ah! Oké, okay, hebben we nog een vraag? Ja, wat makkelijker. Hoeveel streams de ding heeft, Seven? Ja, hoeveel streams heeft Seven? Hij vuurt jou, een ton. Ik heb niet. Ah! Een ton! Hij heeft iets meer. Hij heeft 120! 120! Ik zweet! EHBO! Hoeveel cent... Jij hoort bij mij! Wat doet hij? Hoeveel centimeter is de omtrek van Chatmo's hoofd? Wat is normaal gemiddeld? Dan weet ik het ongeveer. 42. Oké, okay, hij heeft 20. Fout! Fout! Ah! 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 Hey, je kan ook gek dansen, toch? Bro, doe een dansje, doe een dansje! Ik heb nog een vraag voor jullie. Ik heb nog steeds gewonnen. Mm. Oh! Oh, dit. Hey, rot op. Aja. Nou, dit was het alweer. Gekke aflevering. Dat niet normaal. Echt niet normaal, hoor. Echt doodlachen. En wat ook natuurlijk lachen is LOL op Prime Video. Ga het checken. En ik vond het gezellig, man. Ik ook. Ja, abonneer. Lieve vader. En tot de volgende keer. Doei, doei. Wow.